Vandaag ga ik deze Treasure Pulse openmaken. Nou, ze hebben twee verschillende soorten, want ze hebben hier de grote set waar je dan drie parels in hebt en dan een leuk kettingje van kan maken. Daar heb je ook drie verschillende van. De blauwe, dat is de Beauty, je hebt de Friendship en je hebt de Happiness. Nou, ik ga voor de Happiness, de gele. Maar ze hebben niet alleen dat, het is wel een soort van hoofdpakketje die je nodig hebt. Maar ze hebben hier ook een surprise, dus daarvan weet je dus niet wat erin zit. Hier zijn zes verschillende van, maar ja, welk zit er nou eigenlijk in? Maar deze gaan we pas later openmaken, want eerst gaan we die openmaken. Deze zijn te koop bij de leukere speelgoedwinkels en die heb ik gekregen van Ravensburger. Nou, zo ziet het eruit. Nou, laten we deze maar openmaken. Ik ben super benieuwd. Nou, oké, okay, we hebben hier natuurlijk de gele Happiness, dus blijdschap. Nou, ik zie hier een leuk kaartje. Ik denk dat dit een gebruiksaanwijzing is. En dan hebben we hier de gele schel. En dan natuurlijk het kettingje die je daarvan natuurlijk kan maken. Nou, ik laat hem natuurlijk wel even zien. Zo, we hebben hier de twee dopjes waar je natuurlijk het kettingje er dan mee om je hals kan klikken. En je hebt hier, en daar kan je ook een pareltje in doen. En die kan je dan zo dicht doen en dan aan het kettingje hangen. En dan natuurlijk, om de ketting te maken heb je natuurlijk wel iets nodig. Wat wel super belangrijk is natuurlijk. Een draadje. En ja, zulke lange nek hebben we natuurlijk niet. Zou je bijvoorbeeld ook gewoon een armbandje van kunnen maken. Maar dan kan je wel gewoon een leuke, goede armband die wel gewoon om je pols heen kan doen. Oké, okay, laat maar eens kijken wat hierin zit. Oké, okay, we gaan hier zo. En hier zo zit een klein... Oeh, ik zie hier al slijm. Het lijkt zo wel meer op een echte oester. Nou, er zit natuurlijk nog wel een folietje in, anders ja, wordt het wel, valt het er zo uit. Oh nee, wat heb ik gedaan? Ik pak heel even een schaar en in oester zit altijd ook een soort slijm en daar zit dan ook een parel in. Oeh, eeuw. Het is zo slimy. Oh, het is heel... Oh, ik zie er drie zitten. Oké. Okay. Oh, het is zo plakkerig. We hebben er hier één. Blijf hier. Ja, inderdaad. Oké, okay, waar is die andere twee? Oh, nee. Oké, okay, we hebben er hier nog één. En dan zitten er drie in en we hebben hier nog eentje. Het zijn echte Swarovski parels. Het slijm is wel lekker, maar het is een beetje plakkerig. Maar het is wel gewoon speelmateriaal. Het voelt een beetje putty en waterslijm in één. Dan kan je hem natuurlijk ook weer gewoon dicht en bewaren, maar je zet hem ook gewoon open. Je hoeft er natuurlijk geen kettingje van te maken, maar ik denk dat dat natuurlijk wel super leuk is. Nou, dan kan je hier kan je een pareltje zo in doen. En dan heb je hem zo hierin zitten. Je kan hem alleen aan een draadje hangen natuurlijk, maar je zou ze ook... Alle tweeën natuurlijk nog die andere parels ernaast kunnen hangen. Of gewoon alleen natuurlijk. Of met z'n tweeën. Nou, ik denk dat het natuurlijk wel super leuk is om met z'n drieën eraan. Dus de ene aan de ene kant. Dus pareltje en dan zo'n pareltje hierin. En dan weer een parel.
Zo, kijk, nu zitten ze er alle drie aan. En dan kan je met deze twee clipjes, kan je natuurlijk hier omheen en een knoopje maken. En dan zo om je nek. Maar bij mij zie je geel op geel niet zo goed. Dus dat doe ik maar eventjes niet. Nou, we kunnen natuurlijk wel kijken wat hierin zit. Want daar ben ik natuurlijk wel super benieuwd naar. Want welk van de zes gaan wij nou krijgen? Nou, ik hoop natuurlijk op het hartje. Maar ik denk dat dat nog wel een best kleine kans is. Maar ik hoop het wel. Nou, bij deze heb je zes verschillende. Je hebt gewoon roze, geel en blauw. Dat is natuurlijk, de blauw is natuurlijk beauty. De gele is happiness. En de roze is friendship. Maar er zit hier nu ook wit, groen, donkerblauw en een hartje bij. Dus ik ben wel super benieuwd wat dat dan zijn. Dus laten we maar gaan openmaken. En je hebt wel eerst deze nodig, anders heb je hier eigenlijk helemaal niks aan. En daarom heet het eigenlijk ook surprise, omdat er natuurlijk verschillende in zitten. En je weet natuurlijk niet wat het is. Dus laat ik hem maar openmaken. Zo. En deze kost ook 10 euro. Zo. En hier zit ook een boekje bij. En dan ook weer een schelp. Een grijzere schelp. En hier zit ook dat slijm in. Nou, laten we maar eerst kijken hoe ze dan heten. Want dat staat hier. Oeh, oké. De roze is natuurlijk al vriendschap. De blauwe is schoonheid. En de gele is plezier. De groene is energie. De donkerblauwe is kracht. Het hartje is liefde. En het witte paaltje is vrede. En dat staat wel ook in het Engels. Nou, ik ben wel super benieuwd welke ik zou krijgen. Ik leg hem even hier. Deze kunnen we natuurlijk uithalen. Nu gaan we de oesterschelp openmaken. Oeh, het is groen. Oké, zou het dan die groene zijn? Nou, ik weet het niet. Oké, even de schaar erbij pakken. Zo. Hij wil niet van mijn vinger af. Oké, en nu gaan we natuurlijk zoeken naar. Oeh, ik zie. Oeh, ik denk dat het. Oeh, het is een roze. Een roze parel van vriendschap. Die kan je dan natuurlijk bij je kettingje erbij hangen. Oké, als het goed is, zit er niks meer in. Want er zit er hier één in. Nou, deze gaat dan ook weer dicht. Oké, we hebben dus de roze van vriendschap. Nee, dat is natuurlijk wel super leuk. Dus dan hebben we plezier. En dan hebben we vriendschap. Nou, zullen we maar nog eentje openmaken? Nou, ik ben wel benieuwd wat hier dan in zit. Nou, hier zit natuurlijk wel hetzelfde in. Maar dan misschien wel een andere parel. Natuurlijk geen normale parel, maar een Swarovski-parel. Oké, papiertje hou ik erin dit keer, want die ligt hier al naast me. Oké, welke hoop ik dat erin zit? Ik vind het hartje natuurlijk superleuk, maar eigenlijk maakt het me niet uit. Ik hoop niet de roze en de gele, want die heb ik al. Nou, de roze kan wel, want dan hebben we natuurlijk nog een extra kleur. En dan kunnen we geel, geel, geel en dan roze, roze. Weer groenig. Volgens mij zijn ze allemaal een beetje groenig. Dat is natuurlijk wel normaal, want de oesters hebben natuurlijk ook altijd dezelfde kleur. Deze is super slimy. Oké, op zoek. Wat kleur denken jullie? Ik dacht een andere kleur. Ik dacht een blauw te zien, maar het is
beetje groen, maar als je zo naar kijkt zie je ook een beetje geel. Je ziet groen, geel. Dat vind ik wel leuk. En dat was energie. Zo. En die kan dan ook bij. Au. En dan kan je deze ook weer dicht doen. Ik vind het wel super leuk. Wat je natuurlijk ook kan doen, is dan als je bijvoorbeeld leuke poppetjes hebt, gewoon lekker in het spelen onder de zee en dan in de schelp zitten. Nou, dat is natuurlijk ook super leuk. Maar als ze een soort van beetje echt haar hebben, moet je natuurlijk oppassen dat het niet in het haar komt. Maar laten we de volgende ook maar openmaken. Oké, de schaar. Nou, deze kan er ook vanaf. Ach, helaas kan ik niet horen wat erin zit. Hoppa. Oké, laten we deze maar openmaken. Ja, ik trek wel de goede kant op. Kom op. Ik kan er nog steeds niks doorheen zien. Laten we maar kijken wat hierin zit. Zou het een hartje zijn of zou het gewoon een normale Swarovski parel zijn? Ah, kom maar af. Hij hoort er niet uit. Oké, kom. Hij gaat open. Oké, welk zou erin zitten? Ta-ta-ta-ta. Is het hartje? Kom, we gaan kijken. Het is het hartje! Kijk! En dat is liefde. Het ziet er echt super leuk uit. En die kan je natuurlijk er ook aan rijgen. Of je doet je natuurlijk hier zo in. Wat heb ik een geluk dat ik het hartje gewoon had. Want er zijn natuurlijk 6 verschillende. Dus je hebt eigenlijk 1 op de 6 kans dat je hem krijgt. En ik heb het hartje gewoon. En ik heb de energie. En ik heb de vriendschap. Dus ik vind het wel super leuk. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Super bedankt, Ravensburger. Doe een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje natuurlijk. En vergeet zeker niet op belletje klikken. Misschien ook weer een nieuwe video. Doei!